Op dit moment is onze landgenoot Olivier van de Kastelen onderweg naar België. Als alles goed loopt, zal hij vanavond bij ons zijn. Eindelijk vrij. Gisterenavond werd Olivier naar Oman gebracht, waar hij werd opgevangen door een team van Belgische militairen en diplomaten. Deze ochtend heeft hij een aantal medische tests ondergaan om zijn gezondheid te controleren en om ervoor te zorgen dat hij zo goed mogelijk kan terugkeren. Olivier van de Castelli heeft 455 dagen vastgezeten in een cel in Teheran in zeer moeilijke omstandigheden onschuldig. Zijn terugkeer is een opluchting voor zijn familie, vrienden en collega's. Ik heb deze ochtend zijn naaste familie op de hoogte gebracht. En ik wil ook hier persoonlijk en namens de hele regering hulde brengen aan de moed en de kracht van zijn familie. Ik denk aan zijn ouders zijn zussen en zijn beste vriend Olivier van te gaan. We hebben 455 dagen lang samen naar dit moment toegewerkt. Zonder vertrouwen in elkaar waren we er nooit in geslaagd om hun zoon, broer en vriend terug te brengen waar hij thuis hoort. Hier bij ons, in ons land, bij zijn familie en vrienden. Ik wil ook hulde brengen aan onze Belgische diplomaten en aan onze veiligheids- en inlichtingendiensten. Dankzij hun toewijding en professionalisme is Olivier vandaag vrij. We zijn al meer dan een jaar bezorgd over het lot van Olivier. Voor mij heeft altijd één ding geprimeerd: Wij laten geen onschuldige landgenoot in de steek. Dat is de verantwoordelijkheid die ik op mij neem en die ik aanvaard. We laten in ons land niemand achter. Zeker niet iemand die onschuldig is.